Ja. Jezus Christus, wat doet hij? Wat doet hij? Hallo beste kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Robin en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Formule 1 2019. We waren gebleven bij Frankrijk, dus laten we ook gewoon direct lekker de game induiken. Stel jullie zijn nieuw, abonneer op mijn kanaal. Stel jullie kennen deze serie nog niet, check even de vorige video's, laat een blauw duimpje achter. En laat ook even bij deze video een blauw duimpje achter als je het leuk vond. En dan duiken we nou gewoon lekker de game in. Let's go! Oké, beste kijkers. We zitten weer in onze... ja... soort camper of... ik ben de naam even kwijt. Maar we zitten hier gewoon lekker weer met ons team. Onze teammaat Gasly, die zit al lekker voor ons. Even lekker om ons heen te koekeloeren. Maar wij gaan gewoon nou lekker door met practice 1 op de baan van Frankrijk, circuit Paul Ricard. En nou, jullie weten hoe het werkt, you know the drill. Als ik heb gereden met de practice, dan laat ik jullie het zien. En de one-shot kwalificatie, die laat ik jullie gewoon zien met de race. Dus, here we go! And with all the cars now over the line, let's see our top three again. Oké, beste kijkers, practice 1 is geweest, Lando Norris, natuurlijk heeft hij de snelste tijd, die deed in de laatste paar seconden, pompte die nog even een snel rondje eruit op de softbandjes, echt, oké. Sebastian Vettel 2, Max Verstappen 3 en ik sta vierde met, zeg maar, ja, 15,5 seconden ben ik van Lando Norris. Het is... niet echt een moeilijke baan. Je hebt een mooie lange rechte stukken. Alleen de lijnen. Midden op het rechte stuk. Dan moet je nog eigenlijk 100 meter door. Alleen dan lijkt het net of je ineens linksaf moet. En dan trap je ineens vol op de rem. En dan denk je, kut. Nee, ik moet door. Maar dat zullen jullie wel zien bij de kwalificatie. We gaan nu door naar practice 2. Oké, beste kijkers. Jullie weten dat ik soms de practice niet laat zien. Maar nu laat ik het wel even zien, want... jeetje, wat een regen. Dit is niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel regen gezien. Dit was zelfs meer... dit is meer dan... kijk, en dan weet je gewoon bijna niet welke kant je op moet. Dat er staan geen muren of iets duidelijk aangegeven. Ik neem jullie gewoon al even een rondje mee. Kijk, nou, dat is even glijden, maar kijk. Dan weet ik, kijk, ik glij iets door, maar het is practice, hè, kom op. Kijk, en nu krijg je dit rechte stuk. Even wachten, want... kijk, en dan denk ik soms dat ik hier al af moet, maar dan moet ik ineens door. Het valt heel slecht te zien wat ik nu bedoel, maar... nou, dit wou ik even jullie laten zien. Ik ga even mijn rondje afmaken. En dan zie ik jullie zo bij de uitslagen. Oké, beste kijkers, practice 2 is geweest. Jullie hebben het rondje, nou, een klein stukje van het rondje gezien. Ja, ik sta 17e. Romain Grosjean, Pierre Gasly en Max Verstappen hebben gewoon geen tijd gereden. Het regende ook niet normaal in de laatste 4 minuten. Toen ging het ineens heel erg opklaren. En jezus, een 1.39.5. Oeh, wat nog een leuk rondje. Daar staat Lewis. Oké. Nou, op naar practice 3. It's time to remind ourselves of our top 3. Oké, beste kijkers.
Ik heb een, nou, best een super rondje neergezet. Een 1.40.8. Maar ik weet dat Bottas een 1.39.5 reed in de practice 2. Dus ja, en Butler, ook van de F2, die rijdt nou de eerste tijd. Lando Norris derde tijd. Ik vertrouw die twee Mercedes'en niet. Echt, zelfs mijn teammaat staat in de top 9. Dat klopt gewoon niet. We gaan naar de kwalificatie. Toch een beetje stressig, omdat ik dit gewoon niet vertrouw. Maar we gaan er gewoon voor. Let's go. Oké, beste kijkers. Blijkbaar regent het weer. Echt top, joh. Echt. Deze wil ik. De power unit. Is wel goed. Ik dacht al even, ik denk, dit klopt niet. Maar het klopt allemaal. De car setup heb ik goed. De tire, dat is ook allemaal wel goed. Een one-shot kwalificatie zoals jullie weten. En dan gaan we nu gewoon. Oké, we'll alter the setup of the car. Dank je. Gaan we nu de baan op. In het regen. Let's go. Ja, ik vind het best. Oké, beste kijkers, hier gaan we dan. Ik ben niet al te best in het regen. Dus dat wordt nog wat. Maar dit bochtje ging wel lekker. Zo, vol gas er weer op. Dan krijg je nu zometeen dat S-bochtje. Die is verschrikkelijk als je die verkeerd instuurt. Nou, ik doe het nu blijkbaar wel goed. Hier moet je oppassen dat je niet te wijd gaat, zoals mij bijna. Oeh, bijna kwijt. Even eentje terug. Dan, hier kan je vol gas door. Hoppa, in de 7. Dan gaan we nu naar de 8. En dan tikken we even de 320 aan. Hier, even iets eerder remmen. Oeh. Helemaal verkeerd aangesneden. Maar we houden. Vol gas erop. Meestal door deze bocht kan je wel vol gas. Maar ik neem wel even het gas eraf. Want dat durf ik gewoon al niet. Hier iets eerder op de rem. Eigenlijk kan je deze lang doorsturen. Over de curb iets. Ik laat hem nu omdat met het regen vertrouw ik het niet. Hier ook weer even rustig, want hier ga je zo te wijd. Kijk, bij deze bocht. Weer vol gas erop. Dan heb je hier de pits, als het goed is. Ja, dan krijg je nou nog een bochtje naar rechts. Meestal heb ik hem hier ook altijd wat iets te ruim, zoals nu dus. DRS krijg je hier. En dan gaan we over de finish. En welke tijd hebben we gereden? What the fuck? Serieus, gewoon de eerste tijd. With qualifying finished, it's time to remind ourselves of our top 3. Robinson, Verstappen and Sebastian Vettel. Woo! Goodbye for now then. Yes! Really just getting started. Pole position weer. Wow, met 14e van Max. Ik maakte wel een paar kleine foutjes, maar ja, dit is gewoon top. Echt, gewoon. Waar is mijn teammaat? Dat is wel belangrijk. Ah, ja, dat is echt kut. Kut, joh. Dat heb je soms. Die beide Mercedes'en, maar 4 en 6. Daar is ook wat mee aan de hand. Echt, bijna een seconde beide. 19e dus. Yes, we stappen vanaf de eerste startrij op de eerste plek. Max Verstappen achter ons in de Red Bull. We gaan door naar de race. Ik ben echt super blij. Ik was echt verrast. Maar let's go. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Robinson lines up on pole position, edging out Max Verstappen. He'll start yeah, daar staan we dan. Gewoon 1 en 2, de Nederlanders. Hoef ook niet meer te zien. Daar ging het gewoon om. Max Verstappen tweede, ik eerste, de beide Nederlanders. Ik rijd in het B-team, hij rijdt in het A-team.
Maar laten we elkaar nou gewoon lekker leven. Zijn maar 13 rondjes. 20 minuutjes in, 20 minuutjes rijden. Maar Max, ik kijk even in mijn spiegeltje. Laten we elkaar nou gewoon leven. Please. Please. Dan gaan we nu gewoon door naar de race. Ik ben er klaar voor. Oké, beste kijkers, de Grand Prix van Frankrijk gaat officieel binnen een paar seconden van start. We hebben onze fuelmix op rit gezet en daar gaan we. We sturen direct daar naartoe. Oh, Max Verstappen en Sebastian Vettel er langs. Maar we zijn één plekje kwijt, maar daar ga ik niet mee akkoord. Ah, hij zit wel aan de binnenkant, hè? Maar misschien. Ik heb mijn eerste plekje weer terug. Ja, zie je, ik ga elke keer daar te wijd. Max Verstappen, die was heel gemeen aan het begin. Daarvoor ligt hij nu ook derde. Nou, wat een stad. Wow, wow. Zie je? Oh, dit bedoel ik dus. Nu dacht ik dat ik daar af moest slaan, maar dat moest niet. Kutzooi, echt waar. Nou, wat ik zei, dus in de regen hier lekker vol gas erdoor. Ik moet daar echt op letten. Verstappen ligt weer tweede. Nou, dat vind ik weer mooi. Toch weer twee in Nederland, 1 en 2. Ik heb wel een officiële waarschuwing gehad dat ik heb afgesneden. En dat begrijp ik, want ik snee ook gewoon af. Nee, 42-0 rij ik. Als het nou zo blijft, dan vind ik het wel best. Ik denk dat wij sowieso als eerste naar binnen moeten. Want, omdat we op die rode bandjes rijden. Hier weer lekker vol gas erop. Even kijken wat onze topsnelheid wordt. Kijk, hier ging ik net even de fout in, terwijl ik daar moest remmen. Een beetje curb. Oh, ik hou van deze bocht, hoor. Als je hem er zo in kan sturen en niet verkeerd neemt, zoals mij. Weer hier vol gas door. Twee versnellingjes terug. Verstappen is weer gepakt door onze Duitse vriend. Verstappen pakt weer de Duitse vriend terug. Het is wel echt een duw- en trekwerk daarachter mij. Nu ga ik hem een keer. Ah. Dat was beter hoe ik hem nu instuur. Oeh. Een 1.40.0 rijd ik nu. Toch, ik vind dit wel een mooie baan, maar wat ik dus zei, op het rechte stuk, dan heb je wel echt, ja, dan moet je zo goed opletten, dat je niet de verkeerde afslag neemt, zoals mij. En gewoon echt vol gasten steeds op, is het bij deze baan. Blijkbaar ligt de Toro Rosso ligt ook lekker op de weg. Oh, pionnetje was dat. Oppassen voor tracklimits. Vettel heeft Verstappen weer gepakt. En wij gaan hier weer lekker in de
zevende versnelling lekker door de bocht. Nog even snel naar de 8. Gewaagd. Maar het wou wel. Mis helemaal de apex van die bocht. Ja, zie je. Nee, maar dit vond ik echt heel... Ja, misschien... Nee, maar dan was het track limit. Ik kan nooit hebben afgesneden, want... Nee, dat kan nooit. Dan heb ik gewoon te veel curb dus gepakt. Dat is helemaal goed. Zo. We hebben al een gat gereden van 19 seconden naar Gasly. Weer zo'n pionnetje. De 6,1 seconden van Vettel. De auto rijdt nog gewoon goed. We rijden 310 op het rechtstuk. Zie je, rem ik weer te vroeg. Oeh. Ik merk nou ook wel dat de bandjes iets minder worden hoor. Even weer eentje terug. Want je merkte dat de auto het moeilijk kreeg. Ik denk als je de baan van Frankrijk rijdt, hè, dat je geen eens een verkeerde lijn kan hebben. Want de baan is zo breed en... Ja. Natuurlijk heb je wel de verkeerde lijn die ik soms rijd, maar... Ja. Ik vind het heel erg onduidelijk, laten we het zo maar zeggen. Ik rij nou een 1.42.0. 2 seconden langzaam dan de snelste ronde. Maar zolang Vettel maar op 6,6 seconden blijft, vind ik het best. Auto rijdt echt super hoor. Wow. Even op rit zetten. We zitten op Vettel zit op 7 seconden van ons. Kijk, als ik hem op rit zet, kijk dan. Rijdt hij zo 3.15. Oeh. Even kijken naar mijn auto. Dat was iets te veel curb. Iets te veel van het goede, laten we maar zeggen. Maar het is heel, mijn vleugel is heel, mijn neus dus. Weer zo'n klein geel kutpionnetje. Maar we zitten al in de 5e ronde. Ik weet nog niet in wat voor ronde mijn team mij naar binnen wil laten gaan. Oké. Nou, dat... Hun rijden nog ook door. Maar ik kan nu dus... Pit in this lap. Push now. Oké. We moeten nu gaan pushen. De laatste ronde. We hebben 7 seconden. Want je begint nou ook wel te merken een beetje. Dat de bandjes echt beginnen op te raken hoor. Zo. Acht seconden hebben we nu op Vettel. Ja, je kan zeggen wat je wil. Oh, Perez is out of the session.
En hier zien we wat er met Sergio Perez is gebeurd. De auto die stopte gewoon mee. Ja. Hij parkeert hem mooi daar neer. En voor hem is het klaar, helaas. Sergio Perez is dus uitgekomen. Box in this lab. Gaan we naar binnen of gaan we nog een rondje doen? We gaan naar binnen. Dat kost wel wat tijd. Ja, ik wil niet te hard gaan, want dan krijg ik dat gezeur misschien. Iedereen, Sebastian Vettel, Max Verstappen. Hallo, wat? Wat is dit? Wat is dit voor lawaai? Hé, mijn auto maakt nu apart lawaai. Hoppa, en we zijn alweer weg. Oké, dat is gewoon bij de pits. Dat is niet met mijn auto dus. Oké, we zitten in de zevende ronde. We zijn net naar binnen geweest. We zitten weer op de medium band. Dus we kunnen de race uitrijden als het goed is. En ik kan nou wel heel hard gaan pushen. Dat ik op Grosjean ga rijden en noem maar op. Maar ik weet dat hun toch nog naar binnen moeten. Dus dan rijd ik mijn eigen banden helemaal naar de kloten. Of misschien wel mijn vleugel. Voor wat? Ik kan beter gewoon even nou geduld hebben. We liggen nu zesde op dit moment. We hebben nog zes rondjes gegaan. Wow, Grosjean. Wat doe jij dan ineens? Ja. Jezus Christus, wat doet hij? Wat doet hij? Ja, dat kan ook niet anders. Ik waarschuw mezelf nog. En dan gaat hij naar binnen, echt. Ik kan hier zo chagrijnig en boos om worden, hè. Godsamme. Trouwens. Hé? Is Bottas doorgereden dan? Maar doe mij een plezier, hij is niet naar binnen al geweest, toch? Nee, dat kan nooit. Nou, maakt niet uit, we gaan de gaspedaal wel even intrappen. Maar wat een waardeloze streek van Romain Grosjean. Echt, ik kan dat echt niet tegen. Ook midden op een recht stuk, echt 100%, hè. Als dit in het echt was, dan kreeg hij hier sowieso 10 seconden. Dit is gewoon een waardeloze streek. Echt. En nou moet ik wel weer heel hard gaan rijden, omdat ik mijn grote vriend Bottas niet vertrouw. Is die nou al naar binnen geweest of niet? Nee, hij gaat nu naar binnen. Oh, thank god. Ja, misschien had hij ook al wel een undercut gemaakt, hè? Dat hij de eerste ronde naar binnen kwam of zo. Maar wij liggen weer eerste. En in de negende ronde, en we hebben 2,5 seconden.
Mijn teammaat is nu in de pits. Ja. Pierre is in de pits. Nou, mooi voor. Ik heb momenteel helemaal niks met Pierre Gasly. Net zoals ik niks heb met Lewis Hamilton. Dat is toch alleen maar goed, of niet? Ja. Nou, Verstappen ligt de tweede. Weer derde. Jeetje, die loopt ook al de hele race te knokken met Sebastian Vettel. Maar echt, ik kan er niet over uit wat Grosjean al net deed. Echt waar. Oeh, wat word ik dat bloedje heet van. Omdat hij een keer zesde reed, wou die even heel populair. Nee, ik heb niet het bionnetje geraakt. Oh, ik had jeuk aan mijn voorhoofd. We zitten in de tiende ronde. We hebben de snelste tijd gereden. We liggen eerste met 8,8 seconden. We moeten wel iets door gaan rijden, want mijn team die zegt, nou, mijn mechanic die zegt van, ik dacht even dat er wat was met mijn auto. Maar mijn mechanic die zei van, opa, weer vol gas. Binnen 15 minuten krijgen we regen, dus dan wil ik al wel klaar zijn met de race. Zo. Kom, we zetten een keer op bridge hier in deze bocht. Als je hem op bridge zet, dan ga je gewoon in de 8 bijna door die bocht. Wat ik dus probeer te zeggen, dan krijgt de auto gewoon zoveel benzine dat je wel harder gaat ineens. Hoppa. Ik moet eerlijk toegeven. Nou, we zitten in de 11e ronde nu. Het is een hele mooie baan, alleen ook in het echt bedoel ik dit dus. Want bijna 10 seconden vet op mij af, dus dat gaat ook wel goed. Ook in het echt, ze moeten daar echt wat op vinden. Zoals hier ook, met die lijnen. Dat is gewoon zo verwarrend, vind ik. Ik weet niet of de echte rijders dat ook vinden, maar zeker hier. Je moet één ding dus niet vergeten. In het echt rijden ze ook gewoon even, nou, mijn auto rijdt dan 3.10 nu. Dan rijden ze zeker 3.20, 3.30. Dit is toch zo verwarrend, of niet? Ja, ik weet het nu, na zoveel rondjes. Maar ja, ik vind het heel erg verwarrend. Stel, jullie vinden het ook verwarrend. Laat dat even weten in de reacties. Hey, Max Verstappen weer tweede. En hij ligt weer derde. Oh, iets te wijd. En dan gaan we nu de ene laatste ronde alweer. Echt
Maar zoals ik al in de eerste video zei, hoe sneller en hoe eerder we dit seizoen voorbij hebben, hoe sneller ik kan beginnen met 2020. Ik wil gewoon graag dit seizoen afmaken. Voordat ik aan een nieuw seizoen begin. Hoppa, nog een keer lekker vol gas door het bochtje. Even op rit zetten. Ik heb toch te veel benzine aan boord. Even weer terug. Oh, die kon ik maar net op tijd houden. We zetten de downforce even iets lager. Is ook wat lekkerder voor de bochtjes. Kon ik beter al in het begin van de race doen. Kijk. Nou, beste kijkers, we gaan voor een laatste keer de ronde op Frankrijk Paul Ricci. Ja, dat weet ik. Dat zeg ik net dat het de final lap is. Laatste rondje dus op Paul Ricci. Op Frankrijk dus. In Frankrijk. En we hebben 13,5 seconden op Vettel. Een kleine 14 seconden op Max. Ik hoef geen risico meer te nemen. Dat ga ik ook niet meer doen. Maar laten we nog één keer lekker vol gas hierdoor. Lekker even op rit zetten. Boom. Naar de 8. Nee, zie. Ik wou dat ik een keer goed deze bochten had. Maar mijn engine die geeft gewoon aan dat er nog genoeg benzine is. Ik begrijp het niet. Dit probleem had ik dus ook al in de practice. Maar maakt helemaal niet uit. Max Verstappen, Albon zijn nog aan het vechten met Vettel om de tweede en derde plek. Maar ik ga nu de laatste bocht in. En ik ga over de finish bijna. Strak langs de pitsmuur. Hoppa. En we hebben weer een winst. Met de snelste tijd. Jongens. Yes. En meiden. En meiden. Jongens en meiden. Stel jullie vonden het ook echt een super race. Laat gewoon even snel een blauw duimpje achter. Het is maar zoiets kleins. Maar zoiets groots voor mij. Daar staan we dan. Als racewinnaar weer. En ik denk dat Max het niet heeft gehaald. Die is derde denk ik geworden. Carlos Sainz 9e. Oeh, die baalt. Oeh, die baalt heel erg. Maar wij staan weer over het eerste podium. Yeah. En we hebben de prijs van Frankrijk in onze handen. Vettel donder op met die champagne. Yeah. Via alleen maar met mijn Nederlandse maatje. Max, kom maar hier. Kom maar. Kom maar. Nee. Weer stond die Vettel bij mij op het podium. Kijk. 13,6 seconden. Zeg maar 13,7 seconden. Alleen Lewis Hamilton maar 10e, hè.
En Bottas zesde? Wow! Waar is mijn 17e? Jeetje. Dit is gewoon perfect. We gaan even naar de standings. Hoppa! 150 puntjes. Lewis Hamilton volgt op 124 punten. En Bottas met 122 punten. Hamilton 26 puntjes achter. Bottas dus 28 puntjes achter. Echt, ja. Mooi. Echt top. We staan bovenaan gewoon. En we hebben 26 punten voorsprong. Dus eigenlijk kunnen we een race uitvallen. Stel, Lewis Hamilton wordt eerste met de snelste tijd. Dan staat hij gelijk met mij. Dus eigenlijk kunnen we gewoon een race uitvallen. Dat zou geen kwaad kunnen, wou ik zeggen. Toro Rosso, ja, ik ben de enige die punten haalt. Dus ja. No. Oké, beste kijkers. Dat was het dan alweer. We hebben Frankrijk erop zitten. Onze eerstvolgende race, dat is in Spielberg. Ik vond het wel leuk klinken even. Maar Spielberg in Oostenrijk. Daar hebben we de baan. Ronde 9 Oostenrijk in Spielberg. Ja, dat kan alleen maar een top weekendje ook worden. Hopelijk. Stel jullie vinden het leuk, laat zeker even een blauw duimpje achter. Op de vorige video werd het echt ja, massaal ineens blauwe duimpjes omhoog tegen de 40 aan. Voor mijn doel is dat heel veel. Echt super, dankjewel. Abonneer als jullie niks willen missen. Er komt nog veel meer. En ik ben ook met super meer bezig. Ik ben ook met de uploadschema bezig. Die gaan jullie allemaal zien. En ik ga jullie allemaal op de hoogte houden. Laat even gewoon een blauw duimpje achter. Laat in de reacties achter wat jullie ervan vonden. En wat jullie van de actie vonden van Romain Grosjean. Want dat ben ik nog langer niet vergeten. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een gloednieuwe video op mijn kanaal van Formule 1, Fortnite, Ark. Nee, GTA. Wie weet. Maar tot de volgende keer. Adios.